De Franse autoriteiten moeten strakker optreden tegen illegale vissers, zei minister Pralat Seudin van Landbouw, Veeteelt en Visserij vandaag tegenover journalisten voor aanvang van de vergadering van de Raad van Ministers. De bewindsman zegt dat Suriname geblacklist kan worden voor illegale visserij, maar dat de illegale vissers in Franse wateren opereren. De Fransen die dreigen ons te blacklisten. Illegale visserij. En er zijn bedrijven, individuen, die continu in overtreding zijn. Ik heb 4 weken geleden de vicepresident van Frans-Guyana, zo noemde hij zich. Weet die structuren veranderen altijd. Hij is bij mij geweest en we hebben een meeting gehad met de instanties die hier verantwoordelijk zijn voor de bewaking, kustwacht, en de marine, de politie, waterpolitie, om over dit soort zaken te praten. En ik heb ze gezegd van luister, en jullie moeten ook wat strenger worden. Jullie hebben ook een stuk verantwoordelijkheid. Die illegale visserij vindt plaats niet bij ons, bij jullie. De minister geeft verder aan dat de illegale vissersboten vroeger in brand werden gestoken en de mensen aan boord werden ingesloten. Boten komen nu weer terug omdat ze slechts naar de monding van de Marowijnenrivier worden begeleid zonder de vissers af te straffen.